Het Nationaal Leger begint morgen in de districten Paramaribo, Wanica en Paramet de legeroefening Operatie Gabiang. Na voorbereidingen van iets langer dan een jaar zullen ruim 200 militairen deelnemen aan deze oefening, waarbij militair materieel en personeel worden ingezet in een conflictbeheersingsscenario en alle gevechtsfuncties getoetst zullen worden. Operatie Gabiang heeft een interdepartementaal karakter, waarin ook de kustwacht een rol zal vervullen. Deze operatie wordt een jaarlijks terugkerend evenement na een periode van 16 jaar zonder grote legeroefeningen. De NV-energiebedrijven Suriname EBS heeft tijdens een regeringsvergadering modellen voorgesteld om elektriciteitssubsidies te verminderen, met de focus op efficiëntie en duurzaamheid. Het bedrijf meldt een lager waterpeil in het stuwmeer door verminderde neerslag, waardoor ze thermische motoren zal inzetten als aanvulling op de opwekking. Modellen en voorstellen worden verder uitgewerkt voor de volgende vergadering, met betrokkenheid van verschillende ministeries en de Energieautoriteit Suriname. Technisch directeur Marcel Eindhoven benadrukte ook de noodzaak van zuinigheid vanwege de toegenomen energieconsumptie en om mogelijke uitdagingen te voorkomen. Directeur Indersing Gangabisunsing van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer, OGA, heeft een bezoek gebracht aan Nikeri om afvalproblemen aan te pakken. BNS Contractors NV kregen de opdracht om 12 maanden lang afval te beheren. Particulieren moeten vanaf 1 februari 2024 betalen voor gedumpt afval. Een contract met Intergrondverzet NV werd getekend voor het gebruik en onderhoud van de weg naar de vuilstortplaats. Het directieteam benadrukt de efficiëntie en samenwerking in Nikeri.